hoogtepunt van de afgelopen EK's? Dat was 2000? Ja, eigenlijk 2008 vond ik het allermooiste toernooi, omdat toen gewoon het mooiste voetbal werd gespeeld. Maar 2000 was ook wel echt een geweldig toernooi, ook omdat het voor het eerst in Nederland was. Ja. En ja, ik was toen, wat was ik toen? Hoofdreken op tv, altijd 14. Heel gevaarlijk. 14 was ik toen. Maar toen zat ik, dankjewel, Harry. 86, toen zat ik, ja, 86. Ja. Toen zat ik op de middelbare school. Dus ik weet nog dat ik die. Toen heb ik ook voor het eerst op een plein gekeken in Arnhem. Ik kom uit Arnhem, daar zaten met z'n allen op de Eusebiusplein te kijken. Ja, dat was geweldig. En dat was ook een toernooi waarin alles zo makkelijk liep. Althans, die openingswedstrijd was nog lastig. Maar toen begon het te rollen. Alles gewonnen in de pool. En daarna die wedstrijd tegen Joegoslavië toen nog. Ja, met een doelpunt. Punt van Patrick Kluivert. Kluivert. Bergkamp. En Kluivert. Ja! 1-0. Toch Bergkamp-Kluivert combinatie. Nu heeft iedereen oog voor Kluivert. Een prima paas. Ja, en hij maakte er 3 die wedstrijd. Eigenlijk 4, want er was nog een eigen doelpunt wat hij eigenlijk had gemaakt. Maar gewoon die Kuip helemaal oranje, dat niet een kwalificatiewedstrijd is of zo. Maar nee, het is gewoon een kwartfinale van de EK. En dan met 6-1 even Joegoslavië oprollen. Ja, dat staat me nog heel erg bij. Als je het over oranje gevoel hebt, sorry. Heerlijk, nou. Ja, en daarna de anticlimax in de halve finale. Ja, de penalty's tegen Italië. Oh, ik was erbij, vreselijk. Ja, nee, dat was vreselijk. Nou, hebben wij als redactie ook aan Carrie ten Napel, en die heeft nogal wat met sport, kom ik uit de sport gezien. Favoriet moment gevraagd. En ik vraag aandacht voor het voetbal, maar toch ook wel voor de commentator. Van Persie. Sneijder. Sneijder! Voor de Fransen. De knock-out. Wat geweldig. Wesley Sneijder. Appels ook weer aan het genieten, hè? Nee, maar het grappige van dit was, ik wilde dus altijd thuis kijken. Want ik wilde mijn vader horen. Ik commentaar. Nou, toen heb ik dus 1 keer de fout gemaakt om dit in een kroeg te zien. Dan hoor je het niet, toch? Dan hoor je dus niet. Dan hoor je niks. Helemaal als Sepp Passé had je helemaal gemist, natuurlijk. Dat is zo'n mooie zin. Maar goed, ja. Zei hij nooit vroeger als jij moest eten, Carrie, eten? Nee, gelukkig niet. Het was wel een geweldig toernooi, toch? Ja. Eerst die Italianen, die waren wereldkampioen 3-0. En daarna Frankrijk even met 4-0. Ja, en die oranje mars door die straat. Oh, geweldig, dat stadion. Ja, dat kan helaas Jij bent heftig fan, Steven, zo te zien. Nou ja, als we erin zitten wel. En daarna is het ook heel snel weer. Oh, heel snel op vakantie. Dat is een echte. Ja. Maar nu naar 88, want dat heb jij natuurlijk wel meegemaakt. Is dat gevoel te overtreffen? Ja, door te winnen. Ja. 88 was voor mij. Ik had 86 had ik ook bewust kunnen meemaken, maar toen deden we niet mee. 84 had ook nog net gekund, want dan was ik 8, maar toen deden we niet mee. Dus het eerste toernooi dat ik weet. Dus dit is voor mij zeg maar het startpunt. De standaard voor mij is EK 88. Ja. Dus ja, sindsdien is het denk ik en mijn hele generatie denk ik, maar dat geldt misschien voor de generatie van de jaren 70 hetzelfde met die 2 finales. Dat we dat nog een keer kunnen. Ja, want dat is 1974. Dat denk ik dus al 33 jaar lang. Ja, zullen we heel even naar dat gevoel van wij houden van oranje? Ja. Nederland, oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van oranje, op zijn daden en zijn doen. Ja. Oh, dit is wel legendarisch als je dat weer ziet. Ab zou hier niet vrolijk van worden als we zo op elkaar gaan staan. Zou er gebeuren? Stel dat binnen. Wat gebeurt er dan in het land? Ja. Ja. Nou, dan nodigen wij Ab Oosthuis weer uit en die waarschuwt voor de laatste maal. Ja. Ik heb een expert. Maar het leuke is dat jij...